Yo mensen, welkom weer terug in een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je ziet, ik kan Jent hier in Creative. We gaan 1v1. En ja, zo, Jent zit een dansje te doen. Ik heb dat gegift aan hem daar straks. En hij heeft zo ook een dansje gegift aan mij. Maar ik ga die even zoeken. Hier, dit dansje heeft hij mij gegift. En ja, dus we hebben hetzelfde aan elkaar gegift. En ja, dan gaan we voor 3, 2, 1. Jepla. Ik kan mezelf hebben gehad. Dus het pretty dan, maar nu, kijk. Vanaf dat ik één klein foto heb, is het helemaal helemaal bezig. Ja. Als je het mooi hebt, niet haal. Nep. Ben ik fucked, hè? Nee, je kan wel dik haar hier tegen zijn. Als hij een beetje dom en helemaal begint te schieten op u, ga je dan dik haar. Zoals dit. Kijk, ik heb nu bijna gehoord. Super dom deze. Fuck. Ja, zie je dat, daarom dat bedoel ik. Ik heb ook een beetje mijn sensitivity aanpassen. Dat is wel nice. Wat? Fuck, echt heel te veel damage. Herbij? Oh, maakt uit. Wauw, oké. Doe hem door met die HP. 3, 2, 1. Ah, kak. We hebben hem niet geplaatst. Niet resetten, hè? Nee. Het is van die vrienden die dat doen, hè? Dat ik zo, als die naar beneden vallen, resetten. Eén headshot of zo, en dan ben ik gewoon helemaal dood. Had ik nu nog survive, jongen? Dat is GG. Ik sprong net naar beneden voor je te killen en dan ga je helemaal bullen. Oh my god. Oh GG. No GG. Oh GG. Lekker hassen. Lekker. In één. Maar ja. Maar die eerste ronde waren nog een beetje aan tof waren. Dus ik dacht, nee, wat is maar die heb ik niet op YouTube gestaan. Oké, nu ga jij doen en nog één rondje, dan ga ik wel stoppen met de video. Want het is wel een beetje saai. Doe maar. Ja, ik ken die, ik doe ook soms. Shit, man. Wat? Nee, mijn internet, voor jou. Wat gebeurt? Oh ja, ik hoor een beetje lagen. Wacht, ik denk 228 ping. Oh, nu ga je de hijgen. Nee. Weer een max high timer zullen. Ja. Oeh.
shot. Man. Nee! Nu moet je dan denken aan de fight. Dat is een leuke fight. Ja, ik weet het. Het is eigenlijk echt volwaardige tegenstanders. Oh, GG. Thanks. Oké, dat was dus mijn voor hem dat jij thanks voor het kijken naar de video en later.